op de Montessori Arcade School hier in Utrecht met het Drones-project, Knuffel Drones. En we zijn begonnen in de klas met een korte introductie. Wat is een drone nou eigenlijk? Wat kan een drone voor jou zijn? Voor in de klas, in de omgeving, misschien bij jou thuis zelfs. Echt heel dicht bij de belevingswereld eigenlijk van de kinderen uit de klas tussen groep 7, 6, 7, 8. In de discussie over drones gaat het vaak over militaire toepassingen en dat is wat je het meest hoort in het nieuws. Maar Setup wil met deze kinderen ook de creatieve en vooral ook de kritische vragen behandelen. Want zij zullen straks gaan leven in een wereld waarin surveillance technologie zoals drones alledaags wordt. Zover de grote knutseldag zou je kunnen zeggen, de grote bouwdag waarop alle groepjes met hun ontwerp bij ons kwamen. In de groepjes zijn we alle materialen af gaan struinen, echt een beetje gaan shoppen van hoe kunnen we nou deze drone ook echt gaan bouwen. Ik denk dat ze nu al heel veel dingen bedacht hebben die niet alleen maar gewoon speels zijn, maar ook meteen heel erg bruikbaar. Dit is de Candy Teddy. Ja. En die geeft snoepjes aan iedereen. Zit er hier een buik waar alle snoepjes in zitten. En dan gaat hij dan zo hier, door komt het uit zijn mond, komt het er dan uit. Dit is de Coke Drone en we hebben ook een kookwekker. En hier zit dan een pollepel en een mes en een vork aan. Overdrone. En hij kan hapjes serveren en drinken serveren. Van ontwerp naar het bouwen, naar nu het monteren op de drone. En het spannende moment, gaat die ook echt de lucht in? Ik denk dat vooral die drones als ze samenwerken, zouden ze echt een heel goed feest kunnen geven. We hebben echt allerlei party drones gezien. Disco ball drones, drankjesbreng drones, performance drones. Dat is echt, dit samen zou echt een ding kunnen doen. Ik vind het wel heel goed dat ze wel heel kritisch zijn naar hoe het werkt en hoe niet. Dus ik zou willen aanraden van denk goed na over van oké, wat zijn nou echt dingen waar zo'n drone nou het beste gebruikt voor zou kunnen worden. Ja, het onderzoek is nog maar net begonnen denk ik. Ja.